Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Met vandaag in de opstelling Jan van Staan. Hi, Ed. René Wagelaar. Dag, Ed. Goedemiddag. En onze bijzondere gast is ex-profvoetballer Michel Boerenbach. Michel, welkom. Dag, Ed. Mooi dat je er bent. Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over het boek dat vorige week is uitgekomen. Ik moet er even voor de volledigheid bij zeggen dat ik het zelf heb geschreven. De herrijzenis van Michel Boerenbach. Hoi papa. En nu gaan we de man erbij roepen, mannetje moet ik zeggen, die het eerste nummer krijgt. Dat eerste exemplaar. Wie gaat het worden? Ja, niet verrassend. hij zit hier voor en dat is mijn grote carrière. Hou het even vast, ik wil dat we het goed kunnen zien, hè? En hier aan kijken ook. Michel Boerenbach, die het eerste exemplaar uitreikt aan zijn zoon Lins. Je hebt een hectische week achter de rug, de boekpresentatie, tv-optredens en het gaat nog wel even door. Hoe gaat het met je nu, om het maar even zo te zeggen? Nou ja, ik moet zeggen, het was inderdaad hectisch. Ja. Ik had wel verwacht dat het, ik had wel verwacht dat het mooi zou zijn, maar het is ook wel moeilijk, moet ik zeggen. Kan ik me voorstellen. Veel dingen worden opgerakeld en het hoort erbij. Hè? Ja. En bij de boekpresentatie heel veel mensen die je natuurlijk goed kent, waar je een emotionele band mee hebt. Dat was wel even een dingetje natuurlijk. Ja, een dingetje, maar ja, ik heb ook heel veel mensen niet gezien. Dus die waren aanwezig, maar heb ik niet gesproken of hoorde later pas dat ze wel geweest waren. Ja. Dus ja, maar het is allemaal zo hectisch. Het gaat zo snel allemaal dan. Het allemaal zo snel. Ja. Kan ik me goed voorstellen. Ik heb jou wel gezien trouwens. Ja, maar dat viel ook wel op die neus zie je al. Hè? Ik kom binnen en je ziet erin zo'n neus en denk, oh, heze. Dat kan niet missen. Hekelkamp. Dat kan niet missen. En Jan was er natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Die hoor je. Zo dadelijk meer over het boek en over jouw geschiedenis, ook bij FC Twente bijvoorbeeld. Maar René, jij kent Michel natuurlijk ook al lange tijd. Wat zijn jouw... raakvlakken met hem? Nou, raakvlakken. Michel zat in de tijd met, bij Twente met Paus. En in die tijd kwam ik heel veel bij FC Twente kijken. Na de tijd kon je toen nog makkelijk spelers om binnenkomen. Was altijd een en al gezelligheid. Goeie oude tijd? Ja, goede oude tijd in Diekman. En we gingen wel eens uit, we gingen wel eens drinken. We gingen wel eens samen naar de Diligence in Heerlen in die tijd. En, staat ook in het boek opgetekend, ja? Oh, staat ook in het boek? Ja, oké, ik moet nog helemaal leven. Ik ben op de helft. Maar in ieder geval, dat was een mooie toptijd. Echt. Michel, echt een goede vent. Absoluut. Hele droge humor. Dus dat vind ik super. Ik heb een leuke anekdote dat we in de meer waren na de wedstrijd Ajax-Twente. En ik denk 10-0 of zoiets in die tijd, maar dat weet ik niet zeker. Ja, dat is allemaal ongeveer. Doe maar de helft. 6-0. Doe maar de helft. En we zijn boven en Van der Wel die ging altijd zo praten over ik ken Johan. Hè. Je kent wel. Dus op een gegeven moment, we staan zo boven en Elsinga stond erbij. En dan komt die Cruijff komt voorbij lopen en Arend staat erbij. En die loopt zo verder, Cruijff. Toen zegt Michel, hij kent je goed, hè, Johan? Ja. Dubbel wat lachen, droge humor, mooi. Dat was toen. Jan van Staaij, jij kent Michel natuurlijk ook van na die tijd. Go Ahead Eagles, vaak met hem samengewerkt ook. Ja, nou ja, goed. In eerste instantie ken ik hem natuurlijk als speler. Ja. Als tegenstander. Ja, maar later kom je hem dan tegen als speler van je ploeg. En ik weet wel dat hij bij Go Ahead in die toptijd... Met Hofstede centraal speelde. En het was een geweldig duo. En de een kon goed koppen. En de humor die lag echt op het veld met die twee. En Michel was natuurlijk de man in de opbouw, in de passing. Maar goed, door zijn aanwezigheid. Hij is niet zo'n prater, dat hoef ik helemaal niet. Maar zijn voeten spreken altijd. Ja. En dan heb je een bepaalde binding met je elftal. Maar gewoon iedereen kijkt tegen je op. Omdat je weet hoe goed hij kan voetballen. Ja. Nou, dat was een geweldige periode. En dan mis je op een haarna, mis je de Eredivisie. Met 5 overwinningen is nooit vertoond in de na-competitie, 1 nederlaag. Maar als je dat team bij elkaar zag met de talenten en hoe hij zich presenteerde, ja, dat was een geweldige tijd. En later, ja, pas geleden natuurlijk nog samen op het veld gestaan als trainers. Ja. Ja, en dan blijkt ook weer zijn humor en hoe hij met die spelers omgaat, vind ik echt geweldig. Menselijkheid is belangrijk. Ja, maar goed, zijn persoonlijkheid. Maar als je ziet hoe hij met spelers omgaat, hoe hij iets voordoet als assistent, ja, dan kan je geen betere wensen. Dus ik hoop dat hij altijd op het veld blijft staan. Mooie woorden, Michel, van Jan. Ja, 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 ja,
Ja, wat moet je eraan toevoegen, zou ik bijna zeggen. Nee, niks. Je wordt er verlegen van. Nee, toch even inderdaad, we gaan het zo nog even over de toekomst hebben, maar ja... FC Twente natuurlijk ook een periode meegemaakt tussen 1993 en 96. Ja. Hier in Enschede gewoond, gevoetbald bij een Twente dat ook Europees speelde. Ik kan me nog herinneren de wedstrijd tegen Bayern München bijvoorbeeld voor de Europa Cup. 3-4, je scoorde? Ja, het was een vrije trap die wedstrijd. Dat ging vooral niet mijn mooiste. Nee. Maar ik herinner me wel de wedstrijd ook omdat het 15 september was. En 13 september was Sven geboren. Ja, je jongste zoon toen. En de sponsor trakteerde toen op beschuit met muisjes op die wedstrijd daar. Ja, ik weet het nog. Tegen Bayern München. En het was een legendarische wedstrijd. Van alles kreeg rood. Ja, elleboogje op Nellingen. Ja, elleboog. En het werd 3-4, maar het was een fantastische wedstrijd. Ja. Ja. Was die beginperiode bij Twente, was dat ook je mooiste periode daar? Later kreeg je te maken met Hans Meijer bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb onder Robbaan ben ik gekomen. Ja. Toen is hij ten Donkelaar, denk ik wel mijn beste periode gehad. Ja. Dan scoorde ik geloof ik 12 keer. En daarna kwam, is hij ontslagen, het laatste jaar kwam Hans Meijer. Maar ja, laten we daar maar niet over praten. Niet te veel? Want één dingetje staat ook in het boek. Zag het niet in jou zitten, maar je moest in eerste instantie je matje, je stond bekend om die lange mat, die blonde mat, die moest je afknippen. Nou ja, in de eerste instantie inderdaad kwam dat... Maar binnen dat hij dat wou, ja. Maar ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens. Nee, dat kan toch niemand vragen van, over eisen, zeg maar. Nee. Maar er waren spelers die het wel deden. Nou ja, dat weet ik niet meer, maar volgens mij wel, ja. Maar ja, ik was zijn type speler niet. Dat kan, hè. Dat kan natuurlijk. Ja. Dat kan toch. Ik ben geen Duitse voetballer, nee. Nee. Loven, dat was niks voor die. Kein Ausdauer. Nee. Laufpensum. Je moest een keer met Jong, weet je, dan in de bossen, die kilometers lopen, dat je ineens halverwege in de bosjes bleef met een paar. Ja. En dan moesten ze nog één ronde en ik besloten ze zo van, huppakee, laatste rondje. Jij wou niet lopen. Nee, kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Later 25 jaar, of later, dat in verschillende fasen heb je 25 jaar bij Go Ahead Eagles gediend. Heel lang gespeeld natuurlijk, doorgebroken. Later nog teruggekeerd, zoals Jan net al zei, als voetballer en natuurlijk heel lang als assistenttrainer. Jan, wat heeft Michel Boerenbach betekend voor Go Ahead Eagles? Nou, ik denk dat soort spelers hè, die zo opvallen, dat het een uitstraling voor je club is. Als je dus Go Ahead zegt, dan noem je een aantal namen. Nou, daar zit hij ook bij. En ze iconisch. Ja, natuurlijk. En dat is Bosveld. Allemaal, ja, Bosveld. Noem ze allemaal, maar ook de Kees van Kooten, de Gerritszoon, noem ze allemaal maar op. In dat van rijtje. Marwijk, nou hoort hij niet thuis. Nee, maar topspelers in die tijd. En hij is ook een exponent van de opleiding. En geweldige carrière natuurlijk gehad. Maar Go Ahead moet heel zuinig zijn op dit soort namen. Want daar kijken de jonge jongens ook tegenop. Ja. Dus ik vind het belangrijk dat soort spelers vaak in de club een functie blijven houden. Ja. We hebben het boek gemaakt, Michel. We zijn, het boek heet niet voor niets De herijzenis van Michel Boerenbach. Zoals de meeste mensen wel weten, ben je je twee zoons Leslie en Sven kwijtgeraakt in 2003 bij een auto-ongeluk. In de put geraakt, in de hel, zoals je zelf zegt, logischerwijs. En we zijn met jou, zijn we met z'n tweeën, zijn we naar allerlei mensen gegaan die jou hebben geholpen. Daaronder een paar mensen van Go Ahead Eagles ook. Bijvoorbeeld Edwin Mulder, de voorzitter, en twee spelers, Marnix Kolder en Geoffrey Knijnenburg. Wat heeft Go Ahead Eagles in die periode voor jou betekend? Want je zat natuurlijk diep. Belangrijk ritmegevoel geleverd? Ja, allereerst Coët bracht structuur. Ik moest mijn nest uit, ik moest het trainingsveld op. Het was fijn om dat te doen. Maar ik heb natuurlijk ook mindere periodes gehad dat ik thuis bleef. Maar de club is altijd 100% achter me blijven staan. Ja. En daar ben ik zeer eeuwig dankbaar voor. Ja. Dan was er begrip op die momenten. Ja, absoluut. Ja. En de mensen die wij bezoeken, Marnix Kolder, maar ook Mulder bijvoorbeeld. Je zou van Mulder zeggen, dat is een beetje een tegenpol, hè? Dat studenticoze brilletje, een voorzitter in de vastgoedhandel. Jij bent echt een voetballer. Toch klikt het met hem, ja, merk ik zelf inderdaad, ook. In de eerste instantie dacht ik ook van, wat is dat? Ja. Met het brilletje op. Maar hij werd voorzitter, maar ook enorme humor. En ik kon het geweldig met hem vinden. En hij heeft me ook aan alle kanten gesteund. Ja. Zo'n man als Michel Boerenbach, hè, met al zijn ervaring, zou die behouden moeten blijven voor de voetballerij aan zich, René? Ja, dat is een inkoppertje, Ed. Ja. Als Michel ergens aan de bak... Ik ben van de afgemeten voorzitter. Nou, Jan komt van links, dan kop ik hem al in. Ja, precies. Ja. Maar
Kijk, en Michel moet je natuurlijk overal, waar dan ook nu ruimte zou zijn, het zij als assistent, of het zij als een soort Wim van Hanegem rol, dat is even een keer dit ja. in een groep, zou die natuurlijk om met de top speler voor zijn zelf. Om dit ja. soort mensen niet in de voetballerij werkzaam te houden. Dat is zo jammer, echt wel. Stel dat hij, ik zou hem daarbij willen helpen, maar je hebt al een zaak waarnemen. Maar ik bedoel, als er een club is en die vraagt je hebt altijd iemand, beter. Wat zei je? Je hebt altijd beter. Natuurlijk, ja, altijd baas boven. Nee, maar je hebt een goede, laat dat duidelijk. Ja, absoluut. En dan wou ik zeggen van, ergens onderdak, tuurlijk man. Dat is toch beter naar de een of andere CEO's of weet ik veel hoe het heet tegenwoordig. Dan komt er zo'n jonge gast en die gaat even taal gebruiken. Ach man, dat willen ze allemaal niet horen. Joh. Dit is gewoon praktijk. En waar hij kon, ik heb van Jan gehoord ook. Warming up, dat soort dingen, hoe hij dat doet, dat is gewoon top. Dus die moet je ergens nog in de voetballerij houden. Dit is jammer dat dit verloren. Ik ben nog hartstikke jong, man. Wat ben je, 46? Ja, nou ja, het zou zomaar kunnen. Ja, het zit er niet heel ver naast. Nee. Maar je stopt bij Go Ahead. Je hebt ook gezegd in het boek van, dat is goed geweest, mooie periode, sluit ik af. Heb je nog ambities om bij een andere club aan de bak te gaan? Of wil je eruit uit die voetballerij? Nou, weet je, ik heb eigenlijk de voetballerij vaarwel gezegd, tenminste. Ja. Nog wel, hè. Misschien dat ik er straks wel anders over denk. Ja, ik dat vond, toch van scouting vond ik wel leuk. En wat René zegt, een rol in zo'n spelersgroep. Met dat past bij hem. Misschien, maar ja, het is COVID, het is klaar. En ja, prima. Klaar. En ja. het is een prachtige tijd geweest. En, we zien het wel. Vooruit met het leven. Ja. Zo'n man zou ik zo bij Twente willen hebben. Ja, nou ja, je moet niks uitsluiten. En, nee. Met al zijn ervaring. Jan, Michel neemt komende vrijdag afscheid van, dat is misschien nog niet eens alom bekend, maar dat kan ik nu vast bekendmaken. Hij neemt afscheid van het Go Ahead Eagles publiek. Waarschijnlijk op de middenstip zelfs, bij de wedstrijd tegen Roda JC, ook een van je ex-clubs, dus wel passend. Dat zal emotioneel worden, dat zal mooi worden. Dat hoort er natuurlijk bij, hè? Ja. Een grotesk afscheid, een groots, een mooi en waardig afscheid. Ja, je moet een stijl afscheid nemen. Ja. Afscheid nemen van je publiek. Hij geeft het al aan, hè? Heb een beetje Go Ahead, is nu een beetje afgesloten. Ja. Nou, dan moet je ook een stijl afscheid kunnen nemen. Dus ik hoop er in ieder geval live bij te zijn. Ja, daar ben je zeker. Daar ga ik alles aan doen om dat soort momenten, want die komen dan ook niet meer terug waarschijnlijk. Want jij kan maar één keer afscheid nemen van je publiek. Maar het is wel zo dat ik denk van, hij moet een keuze maken met wat hij wil. En hij is wel een creatieve man. En hij is wel iemand die zometeen ook dat voetballen wel gaat missen. Dat lijkt mij wel, want hij is echt een voetbaldier. Maar je moet alleen kijken in welke rol en bij welke club. Want hij heeft wel iemand nodig die de computer beheerst en dat soort zaken. Maar die kunnen weer gebruik maken van zijn kwaliteit op het veld. Want die zijn uitzonderlijk. En hij past echt in een rijtje van, niet omdat hij hier nu toevallig zit, hè, maar hij is echt een uitzondering. Als je nu kijkt wat voor type spelers er zijn en de kwaliteiten, dan had hij nu ook probleemloos in de top kunnen spelen. Ja, duidelijk. Mies, we hebben 12 mensen bezocht voor het boek. Het was soms heel emotioneel. Daar zitten mensen bij als Wim Kieft, als Hugo Borst heeft je geholpen, Willem van Hanegem, René Eikelkamp, je grote vriend natuurlijk. Wat vond je het meest emotioneel? Ja, dat was zonder twijfel Gerson Klok, ook oudspeler van Go Ahead. Ja. Maar dat is de jeugdvriend van Leslie en Sven geweest. En dus dat, dat kwam heel dichtbij. Ja. En dat, want de meeste mensen die in het boek staan, die hebben Leslie en Sven niet gekend. Niets dus persoonlijk, dat is wat makkelijker praten. Ja, ja. Maar ja, Gerson rakelde herinneringen op en dat is was even pijnlijk. Ja, dat hij vroeger bij jou thuis mooi, speelde. Ja. Mooi en pijnlijk tegelijk, hè? Ja. En die jongen die heeft natuurlijk er alles aan gedaan om de gezamenlijke droom van Leslie en hem in de praktijk te brengen. En dat lukte maar lange tijd niet. En hij kwam bij Go Ahead, hij kwam bij Veendam te spelen. Lukte niet om de eredivisie te halen, dat was een gezamenlijke droom. En uiteindelijk gaat hij voor zichzelf trainen. Hij wordt beter door krachttraining, door kickbokstraining. En hij krijgt een contractje. Hij speelt dan bij HHC Hardenberg, krijgt hij een contractje bij Emmen. Ja. En wat gebeurt er inderdaad in mei 2018? Hij weet de promotie af te dwingen. Op zich een wonder natuurlijk, hè? Gevoelsmatig bij Emmen. En op dat moment wijst hij naar de hemel van Leslie, we hebben het geflikt. En dat is natuurlijk een mooi en emotioneel moment. En mooi dat hij de droom heeft kunnen waarmaken. Nog even over Go Ahead, Jan. Erik ten Hag is daar eigenlijk zijn carrière als hoofdtrainer begonnen.
Ja, dus dat zegt Edwin Mulder ook een beetje ginnegappend in het boek. Erik mag mij dankbaar zijn. Ja, nee maar zeg, kijk, ik heb Erik natuurlijk ook als assistent gehad. Ja. We kenden hem al heel lang uiteraard van de opleidingen. Maar die heeft zich geweldig ontwikkeld. En Go Ahead is dan, ja, daar is hij begonnen. Daar heeft hij alle medewerking gehad van alle mensen binnen de club. Van collega's, maar ook van het bestuur. En als je ziet waar hij nu staat, dan mogen we gewoon heel trots zijn dat hij hier in het Ooster is opgegroeid. Ja, en er was ook humor hè, met Erik ten Hag. Ja, je hoeft het niet te noemen. Ik weet nog, hè, dat lees ik ook in het boek, dat zei Edwin Mulder, dat op een gegeven moment, voor de goede orde, Erik ten Hag, fantastische trainer. Dat is ook jouw opinie. Ja, absoluut. Ja, ja, de beste die je hebt meegemaakt. Ja, zonder twijfel. Ja. Ja, maar er werd natuurlijk ook een beetje, werd wel eens een geintje uitgehaald. En toen hebben ze op een dag, hebben de spelers, die hebben aan de binnenkant van de kast van Erik ten Hag, hebben ze een naaktposter van Tatjana Simic geplakt. Bah! En nou, ze hoopte op een reactie, maar Erik die bleef stoïcijn, zei helemaal niks. Ja. En dat is dan ook wel weer humor. He, dat hoort er ook een beetje bij. Vannacht kun je wel meer lachen. Uiteraard. Ja, natuurlijk, man. Jawel, alleen niet voor de camera, maar ik wil wel meer lachen naar de tijd. Tuurlijk. En natuurlijk een toptrainer. Ja, maar Ten Hag is een fantastische trainer, maar ook een bijzonder goed mens. Ja. Misschien dat mensen dat niet weten, maar... Nee, dat heb jij aan de lijf ondervonden. TV, ja. Hij praat een beetje, Maar kan hij niks aan doen. Nee, maar nee, niet dat hij geen accent maakt. Nee. Die voetbaltaal, weet je wel. Ja. Maar het is een geweldig mens. Ja. Geweldig. Ik weet Ed, dat hij bij en dat Twente... dat geeft de doorslag, hè, toch, uiteindelijk. Ed, bij Twente gaf hij dinges voor de kerst, was hij de enige, en ik noem geen namen waar hij het aan geeft, want dat is niet nodig, maar dan voor de kerst was hij de enige, zonder dat anderen wisten, gaf hij iets extraatje voor de kerst die niet zo breed hadden. Ja. En Epi Dros vroeger daarvoor. Dat tekent, dat tekent mensen. Dat zegt iets, hè? Ja, dat tekent dus dat mensen. Dat is goed. Ja. Als je dat doet. Ik wil ook wel wat geven, maar ik heb niet wat, Michel. Nee, anders geef ik wat van mij voor de kerst. Als je niks hebt, houd het op. Houd het op. En we gaan even naar de actualiteit van de voetballerij. Die moeten we ook even behandelen. Komend weekend hebben we een paar leuke wedstrijden voor de boeg. FC Twente speelt in Venlo tegen VVV. Het maaskantloze VVV. Ja, ze hopen natuurlijk in Venlo op een schokeffect. Hoe zie jij dat? Gaat dat lukken met Jai Driessen, de assistent, even aan het roer? Ja. Nou, ik heb wel het idee dat er wat verandert binnen dat elftal. Want ik heb ze nu bij Heracles gezien, met Maaskant en Libres. Loszand. Ja, maar dat was eigenlijk al klaar. En dat gevoel had je. Kijk, Heracles was echt top die dag, dus dat in die uitslag stelde. Nou, eigenlijk, het had wel dubbele cijfers kunnen zijn. Ja. Maar je weet nooit welke kant het op gaat. Ze zullen in ieder geval een aantal andere mensen op gaan stellen. Ze zullen met een andere instelling gaan komen. Maar ik verwacht dat Twente gewoon kwalitatief gezien wel een lastige wedstrijd, maar dat ze die gewoon gaan winnen. Gewoon winnen? Ja. Wat denk jij, René? Iets gebeuren, een paar omzettingen. Dat doet de trainer altijd natuurlijk, die zijn voorkeur heeft. Maar uiteindelijk de kwaliteit van Twente zal wel zegevieren daar, denk ik. Want het is ook een interim, hè. Nou, had ik nog liever gehad dat er een trainer kwam die direct begon. Maurie Stijn terug of zo, dat roepen ze daarom, hè? Ja, dat kan, maar het mag ook een ander zijn. Ja. Maar in ieder geval een nieuwe trainer. En dan was er nog meer. Dit is een interim. Maar ik verwacht wel dat Twente daar wel wint, ja. Moet dat lukken? Ja. Jouw ex-club in Venlo? Het moet lukken, ja. Maar VVV uit je. Het is toch op dat klote kunstgras. Ja. Dus even een nieuwe trainer, je weet het nooit. Nee. Wat denk je, uitslag? Prognose? 0-1. Ja. Uitslag? Ja, 1-2. 1-2 en 1-3. 1-3. En dan hebben we natuurlijk nog Heracles. En die spelen Een uitwedstrijd. Die zijn zo klaar. Daar hoeven we niet eens op te prognosticeren. Nee, ik zit naast René en dan moet ik altijd een beetje voorzichtig zijn. Die gaat zo beginnen. Ajax-fan? Ja, nou, dat ben je niet zeker. Dat mag iedereen weten. Ja. Hij appt altijd met me en dan kijken van langs. Zo, als ze achter staan, begint hij te appen. Oh, dat begint hij. Komt niet meer zo vaak voor. Nee, niet zo vaak. Wat denk jij? Heeft Heracles überhaupt een flinterdunne kans? Ja. Het is flauwekul om te zeggen dat je geen kans hebt. Je hebt in elke wedstrijd kans. We beginnen op 0-0. Nee, maar normaal gesproken, en Ajax echt in goede doen is, dan is het gewoon een hele lastige wedstrijd waar je punten. Zo niet erg. Normaal gesproken verlies je daar. En dan kan je een keer stunten. Ze hebben het anderhalf jaar geleden. Gelijk openingswedstrijd. Ja. Maar dat is een openingswedstrijd. Ja. Dan zijn ze nog niet allemaal wakker. Ja. Maar nu in deze vorm als Ajax gas geeft, dan wordt het wel een hele lastige wedstrijd. Maar dat vertellen we niks nieuws. Dus ik verwacht wel dat Ajax zal winnen. Wat denk jij? Aanvragen of ze met onder 15 mogen tegen Ajax. Beetje ervaring opdoen. Ja, dit kan toch niet. Maar het is toch niet erg, Ed. Moet je kijken naar de begroting. Ik bedoel, iedere keer is weer leuk om te proberen. En de underdog, die kunnen daar wel winnen. Maar dat kan toch niet. Daar iets verdient meer dan de hele selectie van Heracles waard is.
Bij wijze van spreken. Dat kan toch niet, man? Twee bussen voor het doel parkeren? Geen zin. Ja, volgens mij doen ze dat niet. Doen ze niet, hè? Ben je nee, waarom? Ik vind de Heracles wel aardig spelen. Ja. Ja. Met die, van de Water bedoel je? Dessus? Ja, die Water. Ja, die trainer Wormoed. Ja. Ja, achterop met de Cibora. Goed. Ja. Ik denk wel dat het een leuke wedstrijd wordt. Ja. Open. Nee, maar Heracles wil ook wel van hun eigen kracht uitgaan. Die zijn niet zo naïef dat ze Frankenvrij gaan aanvallen. Maar ze hebben wel, laten we zeggen, een ploeg die ook wil voetballen. Ja. En nou ja, je moet kijken waar de kansen liggen. Maar ja. Het wordt wel heel lastig daar. Uitslag? Ik hou het dan op 3-0. 3-0. 4-0. Het is Amsterdam. 4-0. Wat denk jij? Ja, dan wordt het... Ik zou het lager. 2-0. 2-0, dat valt wel. Dat vind ik toch. Ja, want dat is heel gek, want jij bent Amsterdammer van geboorte, maar je bent van Feyenoord, hè? Ja, van Feyenoord. Waar komt dat vandaan? Ja, ik weet het natuurlijk al. Ja, van mijn vader, die kwam uit Naarden en die hebben geïndoctrineerd, is het genoemd. Ja. Maar ik moet zeggen, Ajax speelt wel fantastisch. Ja. Als Feyenoorder geniet ik even van Ajax. Kan ik me voorstellen. Ja. Dat is top, man. En we gaan geen analyse van het huidige Feyenoord doen, hè, want daar word je niet altijd vrolijk van natuurlijk. Maar goed, duidelijk. Nog één dingetje dan. Go Ahead Eagles speelt natuurlijk ook komend weekend. Omdat Mies hier aan tafel zit, pakken we hem even mee. Waar spelen ze eigenlijk tegen? Dat moet jij weten. Tegen Roda. Tegen Roda, ja, dat zei ik net. Ja, natuurlijk. Je bent zo bezig. Hey, ik zit helemaal in dat boek. Om dat boek commercieel te verwachten. Dit is een ander niveau dan Matthijs van Nieuwkerk. Daar moet je niet mee vergelijken. Wel zelfs de kapper. Ik ga natuurlijk voor die Michel naar die wedstrijd toe. En dan gaan die mensen in Deventer nog harder klappen en zingen. Dus die gaan gewoon winnen. Ik heb wel Roda pas gezien tegen Cambuur, 2 weken geleden hebben we gedaan. Dat is wel een lastig elftalletje op dit moment. Ja. Een beetje op de counter, een beetje sneaky. Ja. Maar Go Ahead thuis. En Michel op de middenstip. Ja. Ja, dan speel je met 12 man. Dan speel je gewoon, dan wordt het 2-1. 2-1 van Go Ahead. Gisteren knap geworden, gewonnen natuurlijk van Telstar. 1-1. 1-1. Ja, 1-1. En Mies, aan jou het slotwoord. We zijn al 12 wedstrijden ongeslagen, ja. Go Ahead. Ja. En dat is wel knap. Ja. Heel veel gelijke spelers staan nu weer op de vierde plaats, dus 2-0. 2-0 voor Go Ahead. Kijk je er naar uit om voor een vol stadion meer dan 8000 mensen afscheid te nemen? Nee, natuurlijk niet. Geen tief voor, hè? Nee, niet in de spotlight. Maar het is natuurlijk wel, het hoort erbij. En na de tijd gaan we nog boeken signeren. Dat doen we dan in de andere ruimte. Dat moet ik even noemen natuurlijk. Kosten ze trouwens in de winkel? Kosten slechts, als ik hem zo zie en als ik hem lees, zijn ze €40 waard, maar ze zijn slechts 2 tientjes. Oh, dat is de helft. En nee, maar zonder gekheid. Ik hoor een aanrader. Recensies links en rechts. Ja, absoluut. Het gaat natuurlijk over de herijzenis van Mies. En hij heeft diep gezeten. En hier lees je wat de steun van vrienden kan betekenen voor een mens. En het is een mooi eerbetoon aan Leslie en Sven. Nee, die wordt veel verkocht, daar ben ik van overtuigd. Belangrijk. Natuurlijk. Duidelijk. Dat was er weer een aflevering van Voetbaltijd. Bedankt Jan voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Bedankt René. Bis next week. En bedankt Mies. Heel veel succes en sterkte met alles wat je nog gaat doen de komende tijd. Dat was er weer een aflevering van Voetbaltijd. Volgende week zijn we terug met dan niemand minder dan Theo ten Kaat in de uitzending. Tot volgende week. Tot dan.